Eerder deze week hebben we een contractondertekening gehad bij het staatsoliegebouw op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Een contractondertekening tussen het ministerie van Openbare Werken en de voorzitter van het universiteitsbestuur. En dat is dan mevrouw Shamti Venetiaan. Het gaat in deze dat er een samenwerking komt tussen de universiteit en het project van professor Naipaal te weg naar zee. En de professor die heeft er dan op die bewuste ochtend dan ook een presentatie gehouden over zijn kwelders, zijn mangrove project. Wij voeren nu naar de presentatie van professor Naipaal. Hier hebt u een Google image dat aangeeft met de gele lijn de kustlijn in 2004 waar het was en de kustlijn in 2021. Het strookje hier is nu weg en dat is in de buurt van 700 meter breed. Over lengte van hier, als je ziet, 6 tot 7 kilometer. En dat gaat gewoon nu door, als het niet dan wordt gedaan als zodanig. Dit gebied, hier achterop, dus het is landbouwgebied. En dit gebied hier is nog mangrove intact. En dat houdt heel veel tegen. Als dit weg is, dan is het lot ook al bekend bij ons van water. Dus vandaar dat het belangrijk is om dit te behouden en waar mogelijk uit te breiden. Dus de locatie ziet er heel duidelijk uit. Hè. Dat is wat ik aan heb gegeven. Het is 700 meter breed, op een lengte van. Hier ziet u de bedevaartoord. En hier heeft u Gummels. Natuurlijk voor de hele lengte zal worden in feite gewerkt. We hebben deze wat gedaan om je aan te geven een locatie bij zo'n praten hoe het eruit ziet. Dus het is een dronebeeld geweest van hier. En je ziet duidelijk dat het heel snel achteruit gaat. Ook de grote bomen gaan dood vanwege de erosie die plaatsvindt aan deze kant toe. Er wordt heel veel modder opgeworpen met de golven. We hebben te maken hier met zwarte mangroven. Die hebben dus ademwortels, die raken bedolven en zo gaan ze allemaal kapot. Dus er is geen bescherming voor hem en vandaar dat het zo plaatsvindt. Een korte historie. We zijn begonnen in feite in 2015 met het opzetten van Sediment Trapping Unit. Daar hebben we de steun gekregen van CI. Vervolgens hebben we gezien de successen van binnen een jaar daar in de hoek bij Bedevaartsoord. Door CI is meer middelen bij elkaar verzameld. Ze hebben zelf uitgevoerd een aantal van deze projecten onder hun eigen auspiciën. Ik was er bij ook. Vervolgens zijn financiële donaties geweest van Acto. Daar hebben we een kwelder van genoeg gehad. De CCDRM, dat is een Canadees fonds. Kern Energy. En van Tullo Oil. Al die energie companies die gaan via staatsolie komen binnen. Dus we hebben een goedkeuring en ook ondersteuning van staatsolie. Paardenkus heb ik alle vrijheid gekregen altijd om daar te werken. Vandaar dat we dus vandaar zover zijn gekomen. Van mensen van Paardenwerk hebben we ook ondersteuning gekregen waar mogelijk was bij het begin. Ze kijken wel uit van hoe het verder zal ontwikkelen. En vandaag staan we in feite zover. Dus, er zijn ook ondersteuning geweest vanuit de maatschappij. We hebben heel veel vrijwilligers, er zijn mensen die ook bijdrage hebben geleverd. Dus ja, we hebben een aantal kwelders gebouwd op een lengte van 1,5 kilometer. Dat ziet er goed uit, dat zijn de resultaten. Hier zijn we begonnen eerst met de hand. Dat ging maar niet zo goed, maar goed, we zijn begonnen. Toen hebben we ondersteuning gevonden vanuit staatsolie. En dit is het equipment die je in feite zou nodig hebben om op een grote afstand te doen. Het zijn dus pontons en excavators, die drukken behoorlijk veel palen, dus het kan heel snel gaan. Maar we hebben ook wat ontwikkeld, onze eigen tools, waarmee we verder zijn doorgegaan. Want de donoren vragen, wat is uw eigen inbreng als universiteit? En onze eigen inbreng is onze arbeid, onze kennis enzovoorts.
En daarmee hebben we dit bereikt. We hebben nu ook een airboot gekregen, dus daarmee kunnen we ook een hele hoop transporteren. Dat is geen probleem meer. Wat we hier noemen is een mudcreeper, die werkt al. Die kunnen we dus waarschijnlijk verbeteren en mee doorgaan. Dus we hebben de tools. We hebben ook de kennis hoe je de bamboes in feite verder moet vastleggen, zodat het niet wegdrijft enzovoort. Dus hier gaatjes in gemaakt om de opdrijving tegen te gaan, vastlegging allemaal, dat het niet meer verloren gaat. Dus die kennis hebben we ook bij elkaar gebracht en u ziet hier de huidige toestand van hoe het eruit ziet. Dat de nieuwe mangrove begint te groeien, of aangelegd, en die zit nu op mangrove zelfstandig. En hier kunnen we beplanten. Dus de situatie kunnen we over de 1,5 kilometer in de hand hebben gehouden afgelopen 5 jaar en zelfs meer 7 jaar. We hebben ook kennis over hoe je mangroven moet kweken en verder vermenigvuldigen. En hebben ook de ervaring van wat er gebeurt wanneer je plant en dat er ook aanvallen komen vanuit biodiversiteit, vooral van de krabben. Maar met al en al zien we ook de informatie, hebben we ook wat er gebeurt binnen de STU's. Dus wanneer de golven komen, hoe de golven erop weer ophoedt, hoe het zelf bouwt, hoe de kust verder omhoog gaat. Dat is bijzonder belangrijk, want dit is de dynamica die we nodig hebben wanneer we sediment hebben opgevangen. Dan denk erom, de zeespiegel is aan het stijgen en die gaat met een hele zware snelheid, 0,5 centimeter per jaar. En het is nog niet gestopt, misschien gaat het over 5 jaar 1 centimeter per jaar worden. Dus het is bijzonder zwaar, het is bijzonder goed als de zee zelf dit opbouwt. En dat doet hij ook, want als de modder opgevangen wordt, de helft van het jaar hebben we hoge golven, dat is vanaf december tot en met mei, dan hebben we zware golven. En vanaf juli tot en met december hebben we weer wat minder zware golven. Dus die patronen kennen we allemaal heel goed, we kunnen daarmee overleggen. Vandaar wij dus dit project aanvaarden om aan te geven dat we over deze lengte het zullen doen. Ja, het is ongeveer 6 kilometer. Een 30 aantal van deze kwelders uitgaande van het budget dat ingediend is. En dat betekent dat we dus een ruimte kunnen creëren van meer dan 200 hectare. Dat kunnen we in feite hier besparen en ook uitbreiden. Tegelijkertijd ervoor zorgen dat de overstromingen niet meer plaatsvinden. Het project bestaat uit 3 kavels, zoals staat aangegeven. Kavel 1 bestaat uit het maken van kwelders langs de kust. Dat is eens gezien. Het tweede is het onderhoud van de kwelders. Bijzonder belangrijk, want het moet doorgaan. Het is zo simpel dat de lokale mensen ook hieraan kunnen meedoen. Er zijn heel veel jongeren daar die ook werkzoekenden zijn. En het bouwen van pijlschrijver, dat is een situatie die we nodig hebben. Zowel voor het gebied als voor het algemeen. Dat moet heel nauwkeurig cijfers ook kunnen bieden. Het project is 3 jaar. Het is allemaal uitgesmeerd op die manier. De activiteiten moeten dus onmiddellijk beginnen. We zijn nu begonnen. Voorzitter. Dus we gaan mee door, waarschijnlijk. Er is een schema die we gebruiken in het algemeen, we gaan verbeteren. We gaan snel voorheen, ik ga dus dat niet laten zien te veel. We zullen er zeker aan werken en aanvullen. We moeten praten met verschillende richtingen die we binnenhalen, zowel technische als niet technische richtingen, om iedereen bij elkaar te krijgen om te praten. Maar er zijn uitdagingen. Deze uitdagingen zijn dus het weer, die heeft invloed. Wat aanlevering van materialen van het binnenland, vallen we wel bepalen. Als het half jaar regent, dan hebben ze problemen, dan kunnen we aanleveren, maar dat weten we hoe te doen. Maar het getij is ook belangrijk, want als je hoog getij hebt, dan kan je niet werken, je moet laag getij hebben. Maar die combinatie is dus belangrijk. Je moet dus geen regen hebben en ook laag water hebben. Dan kan je werken. Dus hopelijk, dus half van het jaar kan je heel goed doen. En dan van het jaar afhankelijk van wat ons te bieden heeft. Dus die ervaring die we gedaan hebben, kunnen we heel goed gebruiken om goed te plannen. En dat gaan we in feite doen. Dus met deze korte presentatie en overzicht zeggen we gaan deze uitdaging aan.